Huisvesting voor militairen blijkt nog steeds een heet hangijzer te zijn. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie erkent dat hoewel militairen in de afgelopen periode in aanmerking zijn gekomen voor hun perceel, het huisvestingsprobleem niet is weggewerkt. De bewindsvrouw zegt dat nu mogelijkheden worden bekeken om de manschappen te ondersteunen bij het bouwrijp maken van hun percelen en vervolgens het opzetten van een woning. Dat kost heel hoop geld en materiaal. Dus daar zijn we bezig te kijken wat het ons precies gaat kosten en hoe wij dat gaan kunnen financieren. Welk deel gaat Defensie inkomen, misschien materiaal, welk deel de mensen die een stukje perceel hebben en welk deel kunnen we misschien ondersteuning krijgen van buiten. De bewindsvrouw geeft verder aan dat binnen haar departement alles wordt gedaan volgens het beschikbare budget. Ministeries moeten immers aan de hand van het plafond dat zij krijgen van het ministerie van Financiën en Planning realiseerbare planningen maken. En dan kijken we van wat kunnen we wel realiseren binnen dat plafond en wat niet. En zo maken we onze begroting en we proberen onze begroting als zodanig uit te voeren. Tot de laatste cent voeren we uit, want dat is ook heel belangrijk dat we volgens planning werken. Aldus minister Mathura afgelopen woensdag voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering.